Nou, hier een soort van, ja, ik ga het geen vlog meer noemen, want weet je wat het is? Ik vlog niet. Want vloggen moet je op afspraak doen en dat moet je elke dag doen. En Mies kent geen structuur of regels. Maar, beste mensen, ik wil even mijn verhaal kwijt. Peukje bij, want dan kan ik weer lekker lullen. Ja, ik heb maar 10 vrienden in mijn hoofd. Luister. Ik heb zoveel commentaar over de slechtste chauffeur. Ja, ik ben de slechtste chauffeur van Nederland. En ik heb die titel. Mensen vragen allemaal, ja, hoe kan zij nou de rijbewijs hebben gekregen? Zeker pijpen. Nou, niet pijpen, maar dat was een vrouw, dus dat kan niet. Maar ik heb hem wel gekregen. Maar waarom ik de snelweg niet op durf, is... Ik heb een ongeluk gehad. Een heel heftig ongeluk. Een keer in mijn leven. En daar wil ik niet te veel over uitweiden. Dat hoef ook niet, want ik hoef geen drama. Ik hoef niet zielig gevonden worden, want dat is alles behalve wat ik wil. En dan kan je wel eens zulke dingen krijgen. Dat je bang bent, in paniek raakt. En dan ga je terug. En één keer, het heeft er helemaal niks mee te maken. Maar op het moment dat je dat doet, dan ga je terug naar zoveel jaar geleden. En dan komt die paniek weer naar boven. Ja, heel raar, maar ik kan het je niet uitleggen. Maar ja. Is die goed zo? Ik heb 20 lessen op maat. Op maat. Dus laat maar zeggen maatje 38. Van Patricia. Denk je dat je van Patricia af bent? Nee hoor mensen. Zit je gewoon weer 20 lessen met haar in de auto. Moet ik wel zeggen, ik heb haar beter leren kennen door in de auto te kletsen en zo. En ze is wel relaxed. Je moet haar zien als een boer met een goed hart. Zo'n trucker, weet je wel. Zo'n boerin, zo'n trucker, zo. En dan paarden houdt ze van en zo, weet je wel. Zo'n type. Ik ben bang voor paarden, maar ik ben bang voor alles. Ik ben bang voor snelweg, ik ben overal bang voor. Maar ik denk, ik ga jullie toch even vertellen dat ik hem niet pijpend heb gekregen. Nee, ik heb niemand over pijpen, maar als een vrouw. En dat het mee te maken heeft dat ik een ongeluk heb gehad. Ja. En moet ik nou gaan huilen? Nee, lieve mensen. Dat hoef ik niet te doen. En ik hoef ook niet zielig gevonden worden. Ik heb geen behaankiekers. Kadoem. Maar ja, dus dat wou ik eigenlijk even met jullie meedelen. En dat was het eigenlijk wel. Ja, en nu vervolg 4 afleveringen met Patricia op RTL. XL en Videoland elke week. Om 9:30 op dinsdag. Aflevering 1 waren we lekker aan het vechten met z'n tweeën. Aan het sturen, aan het trekken. Ja, dat vind ik onverantwoordelijk. Want je mag niet aan het stuur trekken. Ik rij je hartstikke dood. Maar ja, ze zegt dat ze moest ingrijpen. Maar volgens mij ingrijpen doet toch op een rem. Of ben ik nou zo achterlijk? Oh, Puk wil erop. Wacht even op, mensjes. Dit is Puk. Maar die ken jullie ondertussen wel, hè? Pukke baby. En Puk is mijn liefste hondje. Nee, ik heb ze alle 4 zijn ze lief, hoor. Alle 4 zijn ze lief. Maar ik wil toch wel weer iets vaker een filmpje gaan maken. En dan gewoon een beetje up-to-date blijven bij de mensen. Want eerder deed ik altijd filmpjes maken, maar ik heb zo'n druk leven. Ja, mensen, ik heb ook een druk leven. Met weinig doen en niets doen. Nee, maar ik ben ook heel ziek geweest. En dat kan ik jullie nou ook wel vertellen. Nu ben ik alweer beter, maar ik ben echt heel ziek geweest. Tijdens het programma van Slechte Chauffeur was ik al heel ziek. En ik voelde me totaal niet lekker. En ik ging naar de dokter. Ja, serieus, ik ging naar de dokter. En ik zei tegen de dokter, ik ben duizelig en ik heb heel veel buikpijn. En ik ben helemaal opgezet. En ik zwel op. Ja, nou echt, ik zwel. Ja, als ik mezelf zie ook, ben ik echt opgezwollen. Toen zegt hij, ja, is stress. Nou, heb ik wel heel veel stress in mijn leven gehad. Maar hij zei, is stress. Maar ik bleef die buikpijn maar houden. En toen was ik bij de Slechte Chauffeur aan het draaien. En toen ging alles draaien. En ik werd helemaal draaierig en zweten. En ziek mij ook in een pyjama. Ik was zo ziek die weken. Zo ziek. En toen viel ik weer flauw. Ook al bijna flauw. Niet overdrijven, Michelle. Overdrijven is vak. En toen ben ik naar de dokter gegaan. En zei ik, ja, dat is weer stress. Want toen kreeg ik nog meer buikpijn. Toen zei ze, ja, voedselvergiftiging. Ik denk, ja, het zal wel. Ik zeg, maar mijn buik wordt steeds dikker en dikker. En ik zwel meer. Ik hou vocht vast. Ja, stress. Ik ben in de eerste of naar de nachtdokter weer een paar dagen laten gaan. U hebt galstenen. U moet de volgende dag naar de dokter. Ik naar de dokter. Ik zeg, oh, ik ga kapot. Ik kan niet meer houden van de pijn. Ik kan niet meer houden. En toen zegt hij, hier heb je morfine spuiten in je kont. En dan die galstenen trekken vanzelf weg, zei mijn dokter. Bleek later ook niet zo te zijn of zo.
Maar ik had dus morfine, ik lag op bed, alleen maar spugen, gal, gal, gal. Maar hun zei dat kwam door de stenen en daarvoor van een voedselvergiftiging. En ik kon niks meer binnenhouden. Echt om de 2 minuten kotste ik mijn long uit mijn lijf. Ik speelde de dochter, ik zei, ik kan niet meer, ik ga dood. Ik denk, ik ga ter plekke dood. Ik kroop over het bed heen, mensen. Ik lul dit niet, hè. Ik kroop over mijn bed heen, de Starzang overigens. En toen zei hij, dan gaan we naar de eerste hulp. Dus ik lag daar bij de eerste hulp te creperen. En moest het bloed prikken. Ik geloof wel, nou lig ik niet 15 buisjes of zo. En toen moest ik heel lang wachten. En toen kwamen ze binnen en ik lag met het draaien. De mier, ik wist niet hoe ik moest liggen. Liggen en zoveel pijn. Dus kwam die dokter binnen, die zus, en die zegt... Ik zeg, oh, ken ik die stenen er niet uit? Nee, u heeft geen stenen, zei ze. U heeft dan een alvleesklier. Ik. Ik zei, alvleesklier? Ja, dat is heel gevaarlijk. Hebt u geloof? Mogen wij jouw leven houden? En mag je uw bloed toegediend doen? En ik kijk eens aan. Ik zeg, oh, ik ga kapot. Ik denk, ik ga kapot. Toen zei ze van, ja, je moet buiten Arnhem. Ik zeg, nee, ik wil hier in Arnhem blijven, want mijn familie woont hier en ik wil niet alleen, hoor. En toen moest ik dus blijven. Ik heb daar 4 dagen, geloof ik, ingelegen. En toen moest ik hier. Toen kon ik niet meer eten. Heel lang, een maand of zo, kon ik niet eten. En dat was in mijn geval niet zo'n heel iets ernstigs. En dan zie je mij ook in de nieuwe seizoen, zie je me heel veel boeren. Maar omdat ik niet... Het kwam niet door. Ja, dat klinkt heel raar, maar het gevoel, er moest heel veel, er zat heel veel lucht in. Maar ik kan het niet uitleggen. Die mensen een alvleesklierontsteking weten, dan moet je boeren. En dan zit hier zo'n... En ik heb heel veel pijn gehad. Ik denk dat ik nou, 1,5 maand pijn heb gehad. En nu ben ik in het vreten weer als een beer. Want ik lust vliegen er weer aan. Ik was van... Nou, slechte chauffeur word ik zwelde. Ik ook normaal weer 5, 6 kilo. Ik was 4 kilo aangekomen door het opzwellen binnen 3, 2 weken. En toen ging ik naar de 62. En nu zit ik op de 64. Dus, maar ik ben zo ziek geweest. Maar echt heftig ziek geweest. Ik heb dat ook niet naar buiten gegooid. Omdat ik heel bang was dat ik heel ernstig ziek was. Ik ben ook door de kans heen gegaan. Ik moest heel vaak naar het ziekenhuis. Ik ben nog steeds veel moe. Dat moet ik wel toegeven. Maar ik mag alles weer. Ik mag weer zuipen. Ik mag alles. Ik ga ook gewoon op stap. En ik zuip mij gewoon weer. En ik voel me goed. Alleen ik ben nog wel veel snel moe. Nou ja, snel moe. Vorige week kwam ik ook een vieren thuis. Maar... Ik denk dat dat ook weer spies is. Maar voor de rest ja, voel ik me gewoon heel goed. Ik mag alles, ik eet weer alles. Maar ik heb wel 2 heftige maanden gehad van... Dat je alvleesklier mag ook gewoon roken en alles. En roken mag jij ook niet, man. Ze zei tegen mij, ja, het kan zijn dat het nog wel een half jaar duurt... voordat je pittig kan eten en alles. Deze douwdeur ken dat wel, hè. Kijk, dat is een alvleesklier. Nou, dat is gewoon tokkie. Maar ja, dan heb ik jullie alles verteld... Dus dan weten jullie hoe ik zo aan mijn angst ben gekomen. Waarom ik in mijn pyjama liep bij de slachtchauffeur. Waarom ik veel boeren laat. En noem maar op. Nou, lieve mensen. Ik ga dit veel vaker doen. En ik zeg tot ziens. Doei doei.